Dag dames en heren. Ja, voorlopig blijft het aan de wisselvallige kant. Ja, en moeten we de aardige momenten zoals nu, ja, moeten we gewoon koesteren. Nou, zo'n aardig moment. Ja, dat zag ook Rob van der Graaf uit Spijkenisse. Die was getuige van een fraaie zonsondergang. Nou, de komende avond en nacht passeert een storing met regen of een aantal buien. Het is niet anders. De wind die trekt aan langs de kust tot krachtig, windkracht 5 of 6. En die komt erbij uit het zuidwesten. De temperatuur die zakt er bijna ongeveer een graad of 14. Nou, woensdag begint de dag met veel bewolking. Er kan nog steeds een bui voorkomen. Maar in de middag is het dan tijdelijk droog met af en toe een zonnetje. Een maximumtemperatuur van 19 of 20 graden. En er waait dan een matige tot aan zee vrij krachtige wind. Windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Helaas gaat het woensdagavond vanuit het westen alweer regenen en neemt de zuidwestenwind in kracht toe. Dat geldt ook voor de nacht naar donderdag en donderdagochtend. Periode met regen of een aantal buien. Donderdagmiddag vanuit het westen komt de zon vaker tevoorschijn en dan wordt het ook overal droog. De temperatuur die blijft zich daarbij bescheiden opstellen. Ja, vanaf vrijdag, ja, dan blijft het toch wisselvallig. Vrijdag een enkele bui, slechts af en toe zon. Een temperatuur van zo'n graad of 19. Zaterdag is een koele dag met wel wat meer ruimte voor de zon. Er kan nog een bui voorkomen, maar het lijkt dan op de meeste plaatsen toch wel lang droog te blijven. Bij een temperatuur van 17 of 18 graden. Maar ja, zondag dan neemt die buienkans alweer toe. En dat bij een temperatuur van een graad of 18, hooguit 19. Kortom, ja, het is niet anders. We zullen het ermee moeten doen. Het blijft dus wisselvallig. Nou, maakt u mooie weerfoto's? Stuur ze beslist in. Of foto's van de natuur naar weerfoto@rijnmond.nl. Ik wens u, ondanks deze berichten, tot nog een fantastische dag. Nogmaals, geniet van de aardige momenten. Ze komen echt wel voor. Heel graag tot morgen.